Wat een geweldig gezicht. Al die ruimteschipinformatie, zeg. Dat geluid. Doen ze dat werkelijk alleen voor onze parel? Tja, blijkbaar wel. Jij bent net zo verwonderd als wij, had je dit ook niet verwacht, Appel. Nee, dit is de grootste demonstratie die ik ooit meegemaakt heb. Ja, ik begrijp alleen niet goed wat ze daarmee willen. Voor twee van die nietige aardbewoners bedoel je, hè? Ja, maar ze hadden toch gezegd dat ze ons zouden verwelkomen als wij op Centrum Alpha aankwamen. Ja, ja, natuurlijk, maar toch. Ik had alleen maar een paar verkenningsvliegers verwacht. Maar ik heb nou de indruk dat het hele ruimteskader van Centrum Alpha aan de lucht zit. Ja, zo te zien zou je dat ook wel zeggen. Weet je wat mij nou zo verwondert, Aperon? Sinds onze komst op uw planeet heb ik nog nooit een levend wezen ontmoet. Is het hier eigenlijk altijd zo verlaten? Nee, dat maakt het voor mij ook al zo onbegrijpelijk. Het schijnt zelfs dat er in het gebouw van het presidium niemand meer is. Vreemd. Hoezo, is dat zo ongewoon? Ja, natuurlijk. Van daaruit wordt toch alles beslist wat hier op Hyperion gebeurt. En de robot? Is die hier dan ook niet? Oh, dat weet ik niet. Die kun je altijd overal verwachten. Ja, waar heb je ons eigenlijk naartoe gebracht, Aperon? Wat is dit? Op uw planeet zou u dit mijn huis kunnen noemen. Het is tenminste de ruimte waar ik meestal ben en waar ik ook mijn werk doe. Ach ja, ik herinner me dat Astros jou de onderzoeker noemde. Wat houdt dat in? Oh, dat is niet zo'n belangrijke functie. Het eigenlijke werk wordt door de robot gedaan. Wat voor werk? Wat moet jij onderzoeken? Het komt wel eens voor dat een Hyperion, of een wezen van een andere planeet, dingen weet die het presidium niet weet. Soms vermoeden ze alleen maar dat iemand iets weet. Zoals in ons geval, bedoel je? Ja. En wanneer ze denken dat een Hyperion dan bepaalde inlichtingen verzwijgt, dan wordt hij door de robot verhoord. En ik volg dat verhoor dan via de tentakelon. Dan moet ik zorgen dat die robot goed blijft functioneren en wanneer het nodig is hem ook tot zwijgen brengen. En kan die robot overal achterkomen wat hij weten wil? Of liever wat zij weten willen? Nee, niet altijd. Wat gebeurt er dan? Ja, dan. De robot! Waarom heb je dat gedaan, Peter? Ik draaide gewoon aan een paar knoppen. Hyperion 53 aan basis Arcos. Eskader 14 en 15 verlaat uw basis. Vluchtdoel niet gewijzigd. Nu. Wat betekent dat? Ik kan het u niet zeggen. Maar waarom wilde jij dan die knop omdraaien? Wist jij dat wij de robot konden zien? Ja, maar natuurlijk, professor. Iedere beweging van de robot is hier altijd te volgen. Ja, wat doet hij dan nu? Ik weet het niet. Misschien bezig aan een normale oefening van de ruimtevloot. Hoewel. Hoewel wat? Hyperion 52 aan basis Pantos. Eskader 16, 17, 18 verlaat uw basis. Vluchtdoel niet gewijzigd. Nu. Pantos. Basis Pantos ook. Aperon, jij wilt toch niet zeggen dat al die eskaders ter ere van ons opstijgen, hè? Nee, ik begrijp het niet. U vertrouwt me niet. U denkt dat ik iets voor u verzwijg, maar ik weet het niet, professor. Ik weet werkelijk niet wat hier aan de hand is. Hyperion 52 aan basis Minor. Eskader 19 verlaat uw basis. Vluchtdoel niet gewijzigd. Nu. Ja, wat gebeurt hier? Waarom is men niets gezegd? Basis Minor is namelijk een van de meest afgelegen centra, bijna nooit gebruikt. Kun je er ook niet achter komen wat het zou kunnen betekenen? Tja, het is natuurlijk mogelijk dat het een grote oefening is. Maar dan zou ik dat toch moeten weten? Ja. Wat gebeurt hier? Waarom ben ik uitgeschakeld? Waarom is hier niemand? Hyperion 52 aan basis Cyclas. Dat is een van de grootste bases die we hebben in het gebied van de meren. Eskader 20, 21, 22, 23 verlaat uw basis, vluchtdoel niet gewijzigd. Nu. Verlaat uw basis, verlaat uw basis, verlaat uw basis. Wat gebeurt er? Ik denk dat ze niet klaar zijn voor vertrek. Basis Cyclas aan Hyperion 52. Vertrek onmogelijk. Vertrek onmogelijk. Ze melden zich al. Eskader Cyclas, verlaat uw basis. Wij kunnen niet vertrekken. Wij hebben geen enkel gegeven over deze reis. Onze eskaderleider heeft de basis met onbekende bestemming verlaten. Wat? Wie is uw eskaderleider? Onze eskaderleider was Hyperion 49. Roepnaam Asteros. Hij moet al uren geleden zijn gevlucht na het ontvangen van uw bevel. Gereed houden voor vertrek. Met alle gegevens over ons vliegplan. Astros. Hyperion 52 aan basis Cyclas.
Houd u gereed voor vertrek. Wacht onze instructies. Dat is toch dezelfde Astros die bij onze salu is geweest, hè? Ja, inderdaad. Maar ik begrijp het niet. Waarom is Astros gevlucht? Waarom heeft hij geweigerd om mee te gaan? Waar kan hij zijn? Professor Plano, we moeten erachter zien te komen wat hier gebeurt. Zover ik weet is er nog nooit een Imperium gevlucht. Hoe bedoelt u gevlucht? Bedoelt u dat hij weg is van uw planeet? Ja, natuurlijk. Hier in Imperium zou hij toch altijd terug te vinden zijn. Het moet iets heel ernstigs zijn, professor. Maar door die vlucht heeft hij levenslange verbanning gekozen. Apeiron, we moeten hierachter zien te komen. Peter, hou jij dat ding in de gaten. Hij is dus weg. Hij is dus kennelijk bang voor iets. Nou, dat hoeft niet. Hij kan ook geweigerd hebben om mee te doen aan iets. Een bepaalde vlucht of een maatregel. Ja, inderdaad. Hij heeft de berichten van het presidium niet doorgegeven aan zijn eskaders. Ze konden niet vertrekken, dat zei ze zelf. Professor, kan Astros niet gevlucht zijn om ons te waarschuwen? Ja, Peter, dan had hij toch al lang hier moeten zijn. Nee, professor, dat bedoel ik niet. Maar toen wij verhoord werden en Apeiron op die andere basis werd vastgehouden, toen hebben ze Astros natuurlijk alles over die reis verteld. Wij konden er niets van horen. En Astros wist natuurlijk dat zonder die gegevens zijn eskader niet kon vertrekken. Daarom is hij mee gevlucht, in de hoop dat de robot ze zou herhalen. Nou ja, dat zal ook zeker gebeuren, Peter, maar daarom hoeft hij toch niet te vluchten? Natuurlijk wel. Want als de robot ze moet herhalen, horen wij het nu toch ook? Ja, natuurlijk, hij heeft gelijk, Apeiron. Hoe kwam je daar zo op, Peter? Oh ja, Astros had ons beloofd altijd te zullen waarschuwen. Dat weet ik zeker. Ja, inderdaad. Nou, ik hoop dat het presidium de berichten inderdaad via de tentakelom doorgeeft. Maar dat zal ik wel, want veel tijd schijnt er niet meer te zijn. Wat doet hij? Hij ontvangt niet meer instructies. Hyperion 52 aan basis Bospos, eskader 24, verlaat uw basis. Vluchtdoel niet gewijzigd. Nee, hij herhaalt het bericht aan Cyclas niet. Misschien laten ze eerst de andere eskaders vertrekken. Nee, maar Cyclas is onze grootste basis. Die zou ze toch zomaar niet uitschakelen, zeg. Als zelfs de allerkleinste centra worden uitgestuurd. Maar waarom? Als ik maar wist waarom. Ja, dat hele gedoe moet een enorme voorbereiding geëist hebben. Daarom hebben ze ons vastgehouden op basis 9. Zodat wij er niks van zouden merken. Want pas toen ze klaar waren met de voorbereiding, hebben ze ons losgelaten. Bedoel je dat dit inderdaad betrekking heeft op ons? Ik weet het niet. Misschien niet rechtstreeks, maar toch. Een bericht. Hyperion 52 aan basis Cyclas. Hyperion 52 aan basis Cyclas. Hyperion 34 is door het presidium aangewezen als opvolger van Astros. Meld u. Hyperion 34 meldt zich. Maak u gereed om met de eskaders 20, 21, 22, 23 basis Cyclas te verlaten. Richt uw gyroscoop op Cosmos 4P9. Verdere instructies tijdens uw vlucht. Ik richt mijn gyroscoop op Cosmos 4P9. Bericht ons wanneer u gereed bent voor vertrek. U zult worden gevolgd door de ruimteschepen van Centrum Beta. Beta? Nee, dat kan niet. Wat is er? Wat heeft hij gezegd? Ruimteschepen van Centrum Beta, dat zijn die van het presidium zelf. Ze gaan zelf ook mee. Waar naartoe? Wat zijn ze van plan, Apeiron? Heeft u dat niet begrepen, professor? Nee. Cosmos 4P9. Dat wil zeggen dat ze hun gyroscoop moeten afstellen op het vierde zonnestelsel, waartoe 9 planeten behoren. En dat is uw zonnestelsel. Er wordt dus een vlucht ondernomen naar een van de 9 planeten die daartoe behoren. De aarde. Gaan ze naar de aarde? Maar waarom, Apeiron? We moeten erachter zien te komen. Denk goed na. Wie kan je zeggen wat er aan de hand is? Iemand die je goed vertrouwen kunt. Nee, niemand van het presidium zal het me zeggen. En Astros is weg en verder is er niemand. Of, ja. De enige door wie we iets te weten kunnen komen is hij. Ja, maar hij zal het ons nooit vertellen. Nee, niet zomaar. We moeten hem dwingen te spreken. Ja, maar hoe wil je dat doen? We moeten hem laten spreken zonder dat hij het zelf merkt. Hoe wil je dat doen? We moeten een list verzinnen. Er moet toch een mogelijkheid zijn om die robot uit te horen? Ja, je hebt toch zelf gezegd dat iedereen die robot via de tentaculum kan volgen? Dus als jij hem oproept, dan weet het presidium meteen dat je dat doet. Nee, niet via de tentaculum. We moeten hem hier zien te krijgen. Hier, in de verhoorzaal. Weet u, ik heb u nog niet alles verteld over onze verhoren. Kijk, dit hier. Wanneer de Hyperions nog meer uit iemand willen hebben, gebruiken ze dit. Dat produceert een straling die iemand berooft van alle invloeden van buiten en van zijn eigen wil. Dus als het ons lukt om die robot op zijn eigen manier te verhoren, dan kunnen we alles te weten komen. Ja, maar hoe wil je hem hier krijgen, Apeiron? We roepen hem eenvoudig op via de tentakelon. Maar belangrijker is, wat zeggen we? Kunnen we niet net alsof we iets over Astros weten? Oh, nee, daarvoor zouden we niet hier komen, Peter. Nee, er is maar één mogelijkheid. En dat is de robot oproepen en hem een bevel geven waarvan hij denkt dat het van het presidium komt. Ja, maar hoe? Ja, die oproep moet komen van het gebouw hiernaast.
Van aan mijn stem zal hij me niet herkennen. Het gaat namelijk om de plaats waar de oproep vandaan komt. Ja, wacht nou even. Kun je daar zomaar binnenbrengen? Oh, dat is niet zo moeilijk. Er is verder nergens iemand. Alleen, ja, er is één ding, maar ja, dat risico zullen we moeten nemen. Wat is dat? Dat er vlak voordat ik de robot oproep, iemand die werkelijk van presidium is, contact met hem opzoekt. Ja, maar Pern, kunnen wij hem dan niet aan de praat houden? Gewoon zomaar iets zeggen. Dan kan er nooit iemand tussenkomen. Ja, Peter heeft gelijk. Kunnen we dat niet doen, Appel? Ja. Maar dan moeten we afspreken, op de minuut afspreken, wanneer u begint en wanneer u ophoudt. Want anders kan ik hem ook niet bereiken. Hoe lang heb jij nodig? Eens even denken. Het gebouw is hier vlak naast. Dat is 1 minuut. Het eerste scherm van de tentakel is een grote verhoorhal. Daar moet ik dus die oproepinstallatie inschakelen. Dat is nog 1 minuut ongeveer, denk ik, ja. Dus als u de robot oproept, zo gauw ik hier wegga, dan moet u minstens 2 minuten vol praten. Daarna zoek ik contact met hem op en beveel hem hier te komen. Ja goed, wat zeg ik tegen hem? Dat is helemaal niet belangrijk, als u maar 2 minuten vol praat. En als u die 2 minuten nou eens niet haalt, als er nou eens iemand anders in het gebouw is? Ja, daar moeten we ook rekening mee houden. Er moet toch een mogelijkheid zijn dat niemand de kans krijgt om die robot op te roepen. Wacht eens, als u 2 minuten met hem gesproken hebt, professor, dan moet u mijn trilling opvangen. Dat kunt u zien. Wanneer hij dat dus niet doet, wanneer hij dus niet reageert, ja dan zult u verder moeten praten, hè? Er zit niks anders op. Nou ja goed, ik praat dus 2 minuten met hem. Hè? Reageert hij niet, dan praat ik weer 2 minuten vol. Maar als je dan nog geen contact met hem hebt, wat dan? We moeten het wagen, professor. Ja. Goed, Peter, hou je de tijd bij. Gaan proberen. Nu. Hyperion 52. Hyperion 52. Professor Plano aan Hyperion 52. Hyperion 52. Is het geoorloofd uw presidium te bedanken voor de ontvangst op uw planeet? Hyperion 52 aan professor Plano. Ik zal uw dank overbrengen. Hyperion 52, wilt u uw presidium zeggen dat ik zeer verrast was door de ontvangst door uw ruimtevloot? 1 minuut. Het presidium beschouwt professor Plano als iemand die deze eer volkomen waardig is. Dank u, Hyperion 52. Nee. Hyperion 52, kunt u mij zeggen of het mij is toegestaan uw belangrijkste ruimtecentra te bezoeken? Het presidium heeft uw toestemming gegeven om iedere gewenste verkenningsvlucht te maken. 2 minuten. Dank u, Hyperion 52. Gelukkig. Het kunnen 2 minuten lang duren, hè? Ja, maar nu moet de Perron zijn oproep toch doen. Ja. Het was toch tijd, hè? Ja, ik begrijp er niks van. Ieder moment kan er iemand anders tussen komen. Peter, ik durf niet langer te wachten. Ik ga het opnieuw proberen. Hij heeft contact. Pas op. Als dat Apero nog maar is. Basis Cyclas aan Hyperion 52. Eskaders 20, 21, 22, 23 zijn gereed voor vertrek. Het is Apero niet. Als Cyclas vertrekt, dan komt het presidium direct daarna. Als Apero daar nou maar tussen kan komen. Hyperion 52 aan basis Cyclas. Wacht onze instructies, wacht onze instructies. Nu moet Apero komen. Hyperion 52. Peter Sandvliet aan Hyperion 52. Kunt u mij zeggen waar ik Astros vinden kan? U kunt Astros niet bereiken. Maar Astros is een vriend van ons en u had gezegd dat we overal naartoe konden gaan. U kunt Astros niet bereiken. Kunt u een boodschap voor ons overbrengen aan Astros? Professor Plano en ik die zouden... Astros heeft de planeet Hyperion verlaten. Wij hebben geen contact meer met hem. Kunt u ons zo gauw mogelijk waarschuwen als Astros is teruggekeerd? Wij zullen ons over uw verzoek beraden. Dank u, Hyperion 52. Nou, komt-ie. Komt-ie. Ja, hij heeft contact. Hyperion 52, Hyperion 52, Centrum Alpha, begeef u in de verhoorzaal. Begeef u in de verhoorzaal. Doet hij het? Gaat hij? Wacht even. Ja, hij gaat. Het is gelukt, Peter. Het is gelukt. Professor, u moet me niet kwaad zijn dat ik opeens tegen hem begon te praten, maar ik kon het niet meer aanzien. Wel nee, Peter, het was heel goed dat je dat deed. Ik stond zelf bijna verlamd, zeg. Denkt u dat het nog lang kan duren voordat hij hier is? Ik weet het niet, Peter. Ik weet niet van welke basis of hij moet komen. Gelukt! Het is gelukt. Hij komt hierheen. Ja, ik was eerst bang dat alles zou mislukken, want alle tentakelschermen waren volkomen.
helemaal uitgeschakeld. Daar had ik niet op gerekend. Denkt u dat hij gauw kan komen? Nou, dat weet ik niet, maar hij moet in ieder geval hier langskomen. En als hij nou daar passeert, dan richt ik de straal op hem. Dan moet u onmiddellijk beginnen met vragen, professor. Ja. We moeten hem geen kans geven om alarm te maken. We moeten hem in onze macht krijgen. Vertel eens. Weer ruimteschepen? Nee. Nee, dat is een groothof. Dat moet hem zijn. Professor, we gaan daar staan. Ja, dat weet ik. Pas op, daar komt hij. Hyperion 52. Hyperion 52. Begeef u naar de verhoorzaal. Begeef u naar de verhoorzaal. Begeef u naar de verhoorzaal, Hyperion 52. Sta stil, Hyperion 52. Onmiddellijk beginnen. Hyperion 52. Waar zijn uw ruimte-escaders heen vertrokken? Ik kan u geen mededelingen doen. Ik mag... Doorgaan. Hyperion 52. Waar zijn de ruimte-escaders heen? Het presidium verbiedt mij mededelingen te doen. U hoeft zich niets meer aan te trekken van het presidium, Hyperion 52. Ze hebben geen macht meer over u. Antwoord. Waar zijn ze heen? Ik kan... u niet. Antwoord, Hyperion 52. De ruimtevloot is van Hyperion vertrokken. Waar naartoe? Gyroscoop gericht op Cosmos 4P9. Naar welke planeet? Ik kan niet zeggen welke planeet. Naar welke planeet, Hyperion 52? Naar een van de 9 planeten die tot het 4e zonnestelsel behoren. Is het de planeet Aarde? Het presidium heeft geen naam genoemd. Dat is waarschijnlijk wel zo, maar vraag hem waarom. Hyperion 52, met welk doel is de ruimtevloot vertrokken? Onze eskaders zijn ingeschakeld om onze tochten door de ruimte uit te breiden. Wat was hun opdracht? Het presidium heeft het plan een nieuw interplanetair station aan te wijzen. Is dat de planeet Aarde? De naam is niet bekend, maar het presidium heeft een planeet gekozen die evenals Hyperion een dampkring heeft. De aarde. Zie je dat het aarde is? Hyperion 52, weet uw presidium niet dat de aarde overbevolkt is? Dat het onmogelijk is om een ruimtebasis te installeren? Asteros heeft dat verklaard na zijn terugkeer van die planeet. Maar het presidium wenst het woord onmogelijk niet te horen. Het heeft besloten de aardebewoners naar een andere planeet te evacueren. Aperon, dat is toch niet waar? Uw presidium is toch niet krankzinnig? Ik vrees dat dit de waarheid zegt, professor. Een eenmaal genomen besluit moet doorgaan, zelfs al lijkt het krankzinnig. Ja, maar er wonen 2300 miljoen mensen op aarde. De hele volken zullen geëvacueerd moeten worden. We moeten ze tegenhouden, Aperon. Hun monsterplan moet mislukken. Wat moet ik doen? Ja, wat wilt u dat ik doe? Het presidium is niet meer te benaderen. We weten niet eens waar het is. Misschien zijn ze zelfs al vertrokken. Het presidium wacht mijn bericht dat het laatste eskader vertrokken is. Wat? En eerder gaan ze niet? Het presidium wacht mijn bericht. Wat is uw taak daarna? Mijn taak is te waken voor de veiligheid van Hyperion. Na het vertrek van eskader 1 moeten al mijn bevelen worden opgevolgd, zelfs door leden van het presidium. Wat? Kunt u bevelen geven? Mijn gedachtencentrum is nu uitsluitend gericht op de veiligheid van Hyperion. Ieder bevel dat ik geef staat daarmee in verband en moet worden opgevolgd. Uitstekend. Hyperion 52, ik gelast u de opperste Hyperion hier te ontbieden. Hier, in dit gebouw. Ik kan alleen handelen wanneer het gaat
om de veiligheid van Hyperion. Daar gaat het om. Beveel hem onmiddellijk hier te komen. Daar is de tentakelon. Pas op dat hij geen alarm maakt. Nee, nee, hij is volkomen willoos. Hyperion 52 roept het presidium. Hyperion 52 roept het presidium. Het presidium verwacht uw berichten. Hyperion 1, ga naar de verhoorzaal. Hyperion 1, ga naar de verhoorzaal. Maar Hyperion 52, wij verwachten uw bevel tot vertrek. Opletten. Wij bevelen hem onmiddellijk hier te komen, Hyperion 52. Hyperion 1, het gaat om uw veiligheid. Begeef u naar de verhoorzaal. Hyperion 52, wij moeten vertrekken. Ik duld geen tegenspraak. Hyperion 52, kijk mij aan. Ga daar staan. Beweeg u niet. En wacht mijn instructies. Denkt u echt dat hij hier weer... Ja, hij zal wel moeten. Maar dan, professor, is het woord aan u. Het gaat om uw planeet, uw aarde. Ja, ik weet het. Apeiron, is het mogelijk om via de tentaculum contact te krijgen met de aarde? Dat weet ik niet. Theoretisch moet het mogelijk zijn, maar... Ja, misschien is het al te laat. De Hyperions zijn onderweg. En alleen uit angst al voor de indringers kunnen de aardebewoners domheden begaan. Professor, wat wilt u tegen hem zeggen? Ik weet het niet, Peter, maar hun plan mag niet doorgaan. Nooit, nooit, nooit. Thank you.